Hallo allemaal! Hallo! Ik ben vandaag met de lieve Coco. Ah, zo gezellig. Ik heb hier zo naar uitgekeken. Ja. Ik was helemaal excited. Coco en ik, die kennen elkaar een beetje van social media. Ja. En daardoor zijn we bevriend geworden. We doen nu ook samen ijsbaden. Gaan we zo meteen ook doen. Ja, soms hebben we ook gewoon echt leuke gesprekken over balans en over voeding. En toen dachten we eigenlijk hoe leuk als we hier mukbang van kunnen maken. Ja. Ondertussen jullie vragen kunnen beantwoorden. Ik krijg namelijk zelf ook heel vaak de vraag, want jij bent McDonald's en sushi en je eet zoveel. En hoe blijf je dan zo in shape? Of ik kan nog beter in shape zijn, maar weet je, ik geniet ook een beetje van. Ja, hier ga ik niet eens over meepraten. Op verbond zei ook van, ja en co. Ik ben zo sportief. En zo. Ik zeg, schat, ophouden. Ik heb hier letterlijk een Kim K voor me staan. Dan zijn we naar het ijsbad geweest en doet ze zo'n joggingpak aan. Nou, en die taille gewoon een wespenfiguur. En dan denk ik echt, wat zeg jij? Ja maar eens even de hemel in. Ja had ze, ja. Had vier in. Godverdomme. Maar we gaan dus lekker vragen beantwoorden. Ja. En lekker eten. Ik heb heel veel zin in, want wij houden echt van eten. Ja. Dat is ook echt. Ja. Wij zijn sowieso dezelfde persoon. Ja. Daar zijn we al vaker tegenaan gelopen. Ja. Dat we echt dachten van, wow, we denken over heel veel dingen hetzelfde. Ja. We zijn hetzelfde. We komen ook tegen dezelfde problemen aan. Precies. Ik snap je problemen. Ja. Ik wil je helpen, maar ik ben ook zo. Weet je, vooral als het gaat om zeg maar anderen en dat je dan weer meeleven en dan denk je ook dingen van, plannen. En dan denk je echt van, oh mijn god. Ja, dus wij zijn echt hetzelfde. Ja. Maar een ander ding wat wij ook allebei heel lekker vinden is eten. Eten. Ja. En eigenlijk is het wel grappig, want allebei op social media delen we ook wel een beetje dingen over eten en zo. Ja. Jij ik net iets meer in de fit girl style. Ja, want voor de mensen die mij misschien niet kennen. Ja. Misschien kun je je voorstellen. Ja. Ja, misschien ook handig. Ja, ik ben dus Coco en ik ben sportdiëtist en gespecialiseerd in eetstoornissen. En eigenlijk deel ik hiervan gewoon dingen op social media. Dus wat ik eet, maar wat ik ook aanraad, recepten. Ja, en sinds kort ben je ook je eigen coaching begonnen. Ja, dus ik ben nu ook mensen één op één aan het begeleiden, wat ik echt super leuk vond. Ik heb 2,5 jaar voor Nike gewerkt. En nu dacht ik van, ik wil het eigenlijk wel met de mensen gaan doen die om me heen staan. Ja. Dus toen dat ik dan gaan begonnen. Het is echt super leuk. Ik vind het zo fijn om mensen te helpen. Ja. Problemen met eten, maar ook met sporten. En dat ik echt denk, ach, het is echt heel erg goed. Voelt je heel erg voldaan. Ja. Alsof je echt iets... Heel erg vervuld. Fulfilling work. Ja. Nee, ik ga even proeven hoor. Ik wil ook even proeven. Ik weet ook helemaal niet wat alles is. Goed? Ik heb alweer een beetje trek namelijk. Nou, rood. We hebben garnaal. Ja. California. Gewoon een beetje de simpele eigenlijk. Zalm. En dit is een crunchy... Tonijn. Laten we zo proberen. Ja. Ik ben zo wakker. Hoe blijf je zo in shape? Dat is ook wel een vraag die ik veel krijg. En dat omvat ook wel veel. Ook met zeg maar onze levensstijl. Want wij zijn allebei wel heel erg van balans. En heel erg gewoon echt... Ik eet letterlijk alleen maar waar ik zin in heb. Ja. Ik eet gewoon altijd eigenlijk wat ik wil. Maar wel met in mijn achterhoofd mijn doelen. Dus mijn doelen zijn precies. Wel om gewoon nog gezond en fit te zijn. En gewoon inderdaad een beetje voor de zomer er goed uit te zien. Kijk, wat het voor mij is wat ik doe om in shape te blijven. Kijk, sowieso voldoende beweging. Ik merk gewoon... Ik zit lekker in mijn vel als ik gewoon sport. En ik doe verschillende dingen. Boksen, rennen, naar de gym gaan. Het is ook echt per persoon verschillend. Doe iets wat je leuk vindt. Ja, zorg echt. Inderdaad, allergrootste tip als je denkt, sport is niet voor mij. Zoek een sport wat je leuk vindt. Want anders hou je het niet vol. Nee, letterlijk. En je hoeft niet... Kijk, krachttraining is natuurlijk heel goed om een spier op te bouwen. Maar er zijn genoeg sporten waar jij gewoon je doelen mee kan gaan bereiken. Mm-hmm. En het is zo belangrijk als je het leuk vindt. Want het is zo'n kut gevoel als je naar de gym gaat met tegenzin. En dat gaat ook helemaal niet helpen bij je doelen bereiken. Nee, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf wel gemerkt. Eerst deed ik best wel veel krachttraining in sportschool. En deed ik dan veel met vriendinnen. En sinds ik naar Amsterdam ben verhuisd, had ik niet meer echt mijn sportbuddies. Dus ben ik veel lesjes gaan doen. En ik merk nu dat ik dat helemaal geweldig vind. Dus ik doe eigenlijk heel veel lesjes. Een beetje hardlopen inderdaad ook. Pilates af en toe. Dus ik heb gewoon helemaal voor mijzelf gevonden van... Wat is voor jou leuk. Werkt. Ja, dat is leuk. Dat is dus echt het eerste ding. Vind iets wat je leuk vindt. Want sporten gaat gewoon helpen bij het behalen van je doelen. Want ik zou altijd eerst de focus leggen op van... Ik zou minder gaan letten op van ik moet minder gaan eten. Ik zou eerder checken van, ik kan wat meer gaan sporten. En dan hoef je dus niet heel erg te gaan besparen op alles wat je eet. Want ik zou gewoon eerder op je beweging gaan letten. En begin gewoon met 2-3 keer per week sporten. En qua voeding wat ik doe, ik persoonlijk volg een beetje de 20-80 rule. 20% gewoon wat minder. Want ik hou niet om dingen ongezond en gezond te noemen. Nee. Ik noem het eerder voedzaam en minder voedzaam. Ik vind het niet ongezond om dit te eten. Nee. Omdat dit hoort gewoon ook bij het leven. Dit is gewoon ook goed voor. Er zit er ook sowieso gewoon gezonde vetten en zo in. Maar wel witte rijst. Je kan van alles wat we wat zeggen. Ja. Dus waarschijnlijk zit je minder vol van het ene dan van het ander. Omdat het iets minder voedzaam is. Voor jezelf, het geeft zoveel vrijheid om gewoon te kunnen eten wat je wil. En dan 80% let ik dus wat meer op voedzame dingen. Dus meer op vezels, op eiwitten, op dingen waar ik lang vol van zit. Maar ik zorg dat die producten of die maaltijden ook gewoon heel lekker zijn. Ja. Met een beetje bijvoorbeeld chocolade drink. Ja. Ja, daarvoor moet je eigenlijk ook wel volgen. Want zij heeft altijd van die top recepten. Gewoon, zij maakt van een saaie
granola bol of een yoghurtbol weer helemaal iets lekker. Door jou heb ik ook dat apple crumble. Oh. Ja, dat heb ik jou laten zien maken. Dat zo lekker. Proud. Ja. Ik haat yoghurt en al dat soort dingen, maar die apple crumble, I'm here. Ja, heerlijk. Het internet überhaupt zat vol met genoeg inspiratie, genoeg receptjes. Ja. Dus, en ik denk op een gegeven moment moet je er ook gewoon een beetje in verdiepen. Mm-hmm. En als je het eenmaal weet, dan hoef je het niet elke keer op te zoeken. Maar het is gewoon een soort habit dat je weet wat is wel goed, wat is niet goed. Wat werkt voor mij, wat werkt niet voor mij. Want kijk, als jij gewoon niet van, weet ik veel, bepaalde groenten of fruit of van vezel dingen, probeer het dan een beetje steeds meer op te bouwen. Bijvoorbeeld mijn vader vond bijvoorbeeld ook bekoren rijst niet lekker. Oh ja. Maar dan ging mijn moeder gewoon eerst half-half doen. Oh, dus half witte rijst, half bekoren rijst. En dan leerde die gewoon de smaak kennen. Ja. Dus het hoeft echt niet meteen, weet je wel, ga niet cold turkey ineens alleen maar clean eten, nooit meer iets lekkers, want dat ga je dus niet volhouden. Nee. En dan hou je dus ook niet zo'n hoge lijst. Hoe sta je tegenover een dieet of zo? Oké, ja. Oké, nu gaan we even hè, ik ga even mijn duidelijke mening geven hierover. De diëten gaan die kant op. De sapkuren gaan ook die kant op. Ja, crash diëten. Wat het daarmee gewoon is, het is voor een tijdelijke periode. Maar je wil iets creëren wat voor een lifetime vol te houden valt. En kijk, natuurlijk heb ik ook wel dat ik in de zomer denk van, nou, ik wil iets droger zijn. Ja, of je wilt gaan op vakantie na, dan denk je, oh, even. Precies, maar dan kan je zelf gewoon een paar kleine keuzes maken dat je denkt van, nou, ik skip daar even iets in of dat. Maar dan zorg ik er wel nog steeds voor dat ik nog steeds eigenlijk hetzelfde eet, maar dan misschien iets minder. Net iets minder. Ja. Precies, ja. Omdat ik wil het vol kunnen blijven houden. En je kan nog steeds je doelen behalen. Je zou in principe met McDonald's kunnen afvallen. Ja. Als je dat zou willen. Dat is misschien ook wel belangrijk te benoemen. Ja. Het is voor ons bijvoorbeeld heel logisch. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Want daar las ik ook een paar dingen van. Iemand zegt, ik lust geen groenten. Maar hoe moet ik dan afvallen? Want ik wil afvallen, maar ik lust geen groenten. Ja. De enige manier om af te vallen is eigenlijk gewoon een calorietekort. Maar wat het is met, zeg maar, als je kijkt naar McDonald's en afvallen. Kijk, je hebt heel veel calorieën voor heel weinig. Het is heel lastig om met alleen maar McDonald's af te vallen. Het zou kunnen, maar je haalt er niet de goede voedingsstof uit om ook lang vol te zitten. En het is ook niet gezond. Het is niet goed voor het lichaam, het is niet voedend. Het kan wel, en daarom is het dus wel een goed voorbeeld als in dat kan je dus eten, stel je zou willen afvallen. Maar dan is het niet elke dag, dan moet het een keertje zijn. Maar ja, kijk, wat het is met als je geen groente lekker vindt en je wil wel afvallen. Ja, ga dan een beetje proberen om het eerst een keer een saus te maken van gekookte groenten. Te gaan wat meer soepen eten als je dat wel lekker vindt. En dan steeds beetje bij beetje wel echt groente gaan eten. Een beetje wennen aan de smaak. Ja, precies. Leer jezelf wennen aan de smaak. Want uiteindelijk, je kan wel heel erg veel volume halen uit groenten. Ja. En je hebt het gewoon nodig voor de vezels. En gewoon voor de vitamines en mineralen die erin zitten. Dus ik zou wel altijd promoten om wel groenten te eten in plaats van te drinken. Maar als je het eerst lastig vindt om de smaak te herkennen, zou ik gewoon proberen om eerst zo binnen te krijgen. En dan kan je het in een smoothie. Ja. Dan verbloem je soort een beetje de smaak. Ja. Maar dan krijg je wel de groentes binnen. Of in een sapje. En dat je als je dan zo begint. Maar er gaan wel vitamines en vezels verloren als je het blendt. En als je het kookt? Kookt ook als je te lang kookt. Dus als je hele doorgekookte groenten hebt, dan zitten dus alle vitamines in het water. Maar dat giet je weg. Maar bijvoorbeeld als je een soep maakt, dan gaat ook alles in het water. Maar dan ga je blenden en dan eet je het water ook. Ja. Dus want ik heb bijvoorbeeld gisteren dan een kippensoep gemaakt. Mm-hmm. En dan had ik alles in die bouillon gekookt. Maar dan blijft het gewoon in die bouillon. Ja. Maar ja, wat goed. Ja, en tips voor een summer body. Ja, als je dus dan wil je denk dus net iets gespierder of misschien iets meer toned. Ja, dus dan moet je iets droger worden. Ja, mijn tips, als je dat nog niet deed, krachttraining doen. Meer spieropbouw. Meer spieropbouw is dat je in rust ook meer calorieën gaat verbranden, omdat spieren meer energie nodig hebben. Dus dan ga je een soort van onbewust al een soort van in een calorietekort zitten. Want ja, als je iets droger wil worden, zou ik zeggen, licht calorietekort, maar echt niet te veel. Sowieso zou ik dat niet aanraden, maar je kan daarnaar kijken. Ten tweede, meer eiwitten eten. Dan heb ik het echt over 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht. Want eiwitten zijn goed voor spieropbouw en spierbehoud. Vooral als je een beetje een calorietekort op een zit. Dag. Ja, op een dag. Dus dan, zo weet je, 60 kilo moet je 120. Ja. Sowieso kost het voor eiwitten ook meer energie voor je lichaam tot te verteren dan koolhydraten en vetten. Terwijl deze ook heel belangrijk zijn. Maar daarom is veel eiwit eten gewoon heel handig als je wat toont wil worden. Krachttraining dat en dan een licht calorietekort. Die 3 dingen zou ik doen als jij naar een summerbody werkt. Ja. Maar everybody is a summerbody. Ja. Ja. Ik heb zoiets van. Kijk, voor jezelf snap ik het. Maar dat inderdaad moeten we ook even gezegd hebben, we hebben natuurlijk heel erg over afvallen en dit en dit, maar als jij je goed in je lichaam voelt, dat is denk ik allerbelangrijkste. Ja. Dan kan je zo dun zijn en dan voel je vreselijk, omdat je de hele dag duizelig bent, omdat je niks eet. En dat is het toch niet waard. In ieder geval, dat heb ik heel erg. Ik had het nog gisteren met een coach erover, als in het gesprek van ik eet nu denk ik het meeste wat ik ooit heb gegeten, maar ik voel me nu het allerbeste, het allerfitste. Mm. Ik kijk in de spiegel en denk echt, what the fuck. Ik heb mezelf echt lopen verhongeren en ik kreeg nooit het lichaam wat ik wilde. Ik voelde me eigenlijk alleen maar puffy en Ja. Dat
Ik had nooit ergens energie voor. Nu eet ik zoveel als ooit. Mm-hmm. En ik zie er voor mezelf, zeg maar. En dat is misschien ook mijn mindset en gewoon alles verbeteren. En nu denk ik van, oh, maar ik zie er ook echt het beste uit voor wat ik heb gezien. Hoe je om moet gaan met vreetbuien. Mm-hmm. Dat is eigenlijk gewoon een cyclus wat zich herhaalt, toch? Mm-hmm. Heb jij daar last van gehad? Nee. Ik heb wel meer toen ik thuis woonde, dat ik, moet je toch heel erg het ritme, het eetritme van je ouders volgen. Ja. Dus met avondeten en dit. En dan ging ik bijvoorbeeld laat eten, maar dan kwam ik uit school dat ik zoveel honger, dat ik echt alles wilde eten wat los en vast zat. Ja. En dan ging ik heel ongezond, maar dat is ook wel een beetje puber. Maar dat herken ik ook wel hoor, want vroeger, voordat ik zelf eetbuien kreeg, had ik ook, ik had zoveel honger. Ik maakte tosti's. Ja, tosti's, noedels. Ja, oh. Alles ging er, een chocoladereep, ging zo naar binnen. Ik had het ook echt, ik had echt heel veel honger. Ja, ik ook. Maar misschien ook wel nu van, kijk, toen had ik ook heel veel koolhydraten. Mm-hmm. Dat was gewoon normaal, want dat at je. Dus ik denk dat ik daardoor ook gewoon heel veel honger kreeg. Ik at niet echt eiwitten toen. Nee. Ik lette daar niet echt op. Nee, ik ook niet. Hoe je om moet gaan met eetbuien. Ja, kijk, ik kan nu wel een advies gaan geven, maar eetbuien gaan niet de een op de andere dag over. Dat sowieso. Het is echt een traject en dat zie ik ook gewoon met mijn eigen cliënten van. Het is allemaal hierboven. Ik kan iedereen een eetschema geven, maar als je eenmaal aan de eetbuien zit, dan zit het gewoon echt mentaal. En het, ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar wat voor mij is gaan helpen, is gewoon meer gaan eten. Dat is, kijk, gewoon echt het doorbreken. Gewoon echt ritme gaan creëren. Want vaak wat ik had, was dan ging ik mezelf uithongeren. Omdat ik dan dacht, ik moet afvallen. En dan kreeg ik ergens op einde middag of 's avonds kreeg ik zo'n honger. En vaak alleen. Dan gingen mijn ouders naar bed en dan zat ik nog op de bank. Ja. En dan ging ik los. En dan ging ik ook dingen eten zoals brood met jam. Omdat ik dat gewoon echt niet mocht. Ja. Zoveel ervan eten tot ik misselijk was. En toen had ik weer een schuldgevoel. Toen dacht ik, oké, maar dan ga ik morgen de hele dag niks eten. Ja. En zo blijft het doorgaan. En toen ik op een gegeven moment gewoon begon met gewoon goed ontbijten, goed lunchen, goed avondeten, merkte ik dus dat ik ook minder die crave had naar binges of dingen, omdat ik gewoon, ik was gewoon gevuld. Ik zat gewoon vol. En dat gevoel was ik gewoon niet, dat kende ik gewoon niet. En dus toen ik daarmee begon en ook gewoon echt mijn lichaam, mijn moeder werd op een gegeven moment ziek. Zij kreeg kanker. En zij zei dus op een gegeven moment tegen mij van, ja, als je jong bent, heb je 1000 wensen. Dan wil je zoveel. En als je ziek bent, heb je maar 1 wens. En dat is beter worden. En dat is zorgen voor je lichaam. Toen dacht ik van, what the fuck? Ik ben mijn lichaam zo aan het verpesten. Ja. Terwijl er zijn mensen die ziek zijn en whatever. En die willen zo graag weer kunnen lopen. Ja. En dat je echt denkt van, what the fuck? En dat is eigenlijk ook al. Ja, het is eigenlijk ook wel gewoon dat je jezelf ook mag gunnen. Mm-hmm. Je mag gunnen. Hoezo? Zelfliefde. Ja, van, je mag jezelf gunnen om een keer lekker dit te eten. Ja. Of, weet je wel, en er gaat echt niet aankomen. Of dat je 1 weekje op vakantie net iets anders. Daar ga je niet van aankomen. Nee. Als je daarna weer thuis komt en gewoon in je ritme weer gaat. Gewoon weer gaat sporten. Gewoon weer normaal gaat eten. Is dat ene weekje dat jij even lekker hebt genoten op vakantie. Ja. Niks aan de hand. En het is ook, het is heel erg je mindset, hè. Want stel je zit heel slecht in je vel. Dan maak je ook meer het stresshormoon aan. Oh ja. Het stresshormoon helpt ook niet bij het vet verliezen. Dus het is ook allemaal heel erg hierboven. Je darmen. De darmgezondheid heeft ook zoveel effect op hoe jij je voelt. Hoe jij dingen omzet. Hoe jij dingen opneemt. Je lichaam is zo in connectie met jouw hersenen. Dat als jij, al zeg jij elke dag tegen jezelf in de spiegel, ik ben knap, ik ben mooi, ik ben whatever je wil zijn. Op een gegeven moment ga je jezelf geloven. Mm-hmm. En je moet gewoon inderdaad meer zelfliefde. Ik zeg ook altijd van 1 salade word je niet dun, van 1 burger word je niet dik. Nee. En je moet 7700, als ik goed zeg, 7700 calorieën boven je behoefte zitten, wil je 1 kilo in vet aankomen. Ja. Dan ga dat maar eens proberen. Wat ik bij mezelf heel erg merk, heel veel mensen zeggen tegen mij, ben je afgevallen? En dan kijken ze terug naar coronatijd. Toen was ik echt wel een stukje zwaarder. Was misschien wel 10 kilo zwaarder ik nu ben. Hmm. Stuk zwaarder en dat kwam ook echt door corona. Mm-hmm. Ik zat thuis. Ik ging alleen maar vreten. En ik kwam net uit mijn puberteit. Mm. In je puberteit ben je natuurlijk alleen maar aan het vreten en er gebeurt niks. Ja. En toen werd ik opeens in de coronatijd 1920. En toen ging opeens alles aan me zitten. Nou, ik natuurlijk echt helemaal niet mentaal. Heel kut. Vreselijk. Omdat het zo kut. Hoe uitte dat zich? Zeg maar, ging je dat met mensen bespreken of voelde je gewoon heel erg van binnen kut? Of... Nou, heel erg met mijn vriend toen. Ja. Hij is heel sportief natuurlijk. En heel erg met, dus ik had meteen eigenlijk het geluk dat ik iemand had met kennis. Met kennis en die mij kon helpen van, joh, we gaan in een calorietekort. Dan gaan we dit eten. Ging die mij ook echt helpen. Dat meedoen lief. En zo. Ja, dat super cute. Ja. Maar ik kon ook niet naar de gym. Alles was dicht. Dus dan gingen we maar hardlopen en een beetje in zijn gymkamer en zo. Dat had hij dan voor zichzelf ook gebouwd, want hij moest ook wel doorgymmen. Ja, natuurlijk. En toen is het op zich, ja, vond ik het heel lastig, maar ben ik mezelf wel heel erg kort gaan doen. Mm-hmm. En toen echt 10 kilo eraf wil, dan moet je ook wel even in een periode zitten dat je even honger gaat hebben. Ja, dat is gewoon... Nee, je moet je lichaam weer wennen aan een ander soort porties. En, ja.
toen woonde ik ook nog bij mijn ouders. Had ik heel ander eetpatroon als ik nu op mezelf woon. Ga je natuurlijk ook weer heel anders koken. Ja. Eigenlijk sinds ik op mezelf woon en het een soort heb losgelaten. En gewoon heb gedacht, ik weet nu doordat ik ben afgevallen wat wel en niet gezond is. Ja. En hoeveel calorieën in bepaalde dingen zitten. Ja. Gaat het eigenlijk vanzelf. En dat kost gewoon, dat heeft bij mij ook wel een paar jaar geduurd voordat je helemaal dat... En ik zei ook altijd tegen mezelf, ik hoef niet deze zomer er zo bij te lopen. Nee, maar dat is... Dat was ook mijn doel niet. Mijn doel was gewoon, oké, ik heb niet een goed eetpatroon blijkbaar, want ik ben 10 kilo aangekomen. Dus er gaat iets niet goed. Ik ben ergens onbewust in wat ik eet en hoeveel calorieën dat bevat. Hoe vaak ik sport. Ik sport er bijna niet. Dus daar ben ik gewoon in mijn leven het gaan omgooien. En sindsdien is het gewoon van soort van zelf gegaan. Ja, en dat zeg ik ook altijd. Iedereen is anders. Wat voor mij werkt, werkt niet voor jou andersom. En daarom is het gewoon zo belangrijk van ga uitproberen wat voor jou werkt. En kijk, ik zou nooit echt heel erg aanraden om heel erg calorieën te gaan letten. Maar het is wel belangrijk om te weten wat eet je nou? Ja. En hoeveel zit nou overal in? Kijk, ik tel mijn calorieën. Ik heb dat ooit gedaan, maar dat was meer ook in die slechte periode. Ja. Maar ik weet doordat ik diëtist ben, ik kan nu opnoemen hoeveel er in elk stukje zit, wat de voedingswaarde ongeveer zou zijn, maar dat komt omdat ik er gewoon gedrild in ben tijdens mijn studie. Ja. Maar het is wel handig voor jezelf, een keer houd een keer eens een dagje bij. Misschien kan je wel meer eten, maar misschien zijn er ook producten waarvan je denkt, oh, bijvoorbeeld stel je gebruikt normaal altijd vol vette kookroom. Ja. Het kan echt heel erg schelen als je soms een keertje de light neemt. Heb je meer eiwitten en minder calorieën. Of drank, dus cola, frisdrank, als je dat allemaal zero drinkt, of liever natuurlijk niet. Maar als je een keer een glaasje neemt, neem dan gewoon een cola zero. Ja, weet je want wel. Dan mis je weer heel erg die, dan skip je eigenlijk de suikers. Op zich is het niet erg natuurlijk om een keertje te doen, maar doordat er heel veel suiker in zit, krijg je weer een bloedsuikerpiek en dan weer een daling en dan krijg je heel veel zin in suiker, word je moe. Dus ja, en ook überhaupt alcohol. Als jij elk weekend van donderdag tot zondag zuipt, succes ermee, maar dan drink je zoveel calorieën, zeg maar. Ja, het gaat niet helpen. Nee. Zeg maar, als jij daar wel gelukkig bij voelt, is het natuurlijk ook fijn. We zeggen niet, we proberen niet met deze video aan te sporen nee, van, ik ben echt niet je moet zo dit doen. Nee. Nou, we krijgen natuurlijk gewoon een aantal vragen over en het is gewoon leuk om met jou te bespreken. Iemand zegt, wat is goed naast eiwitpoeder om dagelijks te eten voor een dikke akka? Hey, maar ik vraag me af. Dikke akka. Jij hebt een dikke akka, dus eigenlijk moet jij die al. Ja, maar mijn dikke akka is echt ook wel een beetje genetisch, zeg maar. Ja. Toen ik in mijn puberteit zat, had ik zeg maar al... Een dikke bil. Ja. En ik sportte niet. Nee, maar dat is dus, fijn. Dat is echt fijn. Ik ben gewoon geblest. Thanks, grandma, for giving me... Body. Ik heb het echt van mijn oma. Mijn oma heeft het ook. Echt? Oh, ja, dit is gewoon bredere heupen. Ja, I love it. Het is natuurlijk ook gewoon je bouw. Ik hou ervan. En kijk, en nu ik het train, is het wel veel meer in shape. En vind ik het mooier. Want het is gewoon wat ronder en gespierder. Maar ik heb altijd wel al billen gehad. Dus, iemand vroeg, hoe ga je om met emotie eten? En zorg ervoor dat je in de avond niet enorme honger krijgt. Weer een beetje hetzelfde als die eetbuien. Ja, emotie eten, dat ligt dus heel erg aan hoe jij je als persoon voelt, waar dat vandaan komt. Komt dat van trauma's? Komt dat van je leven nu? Wat is er in je leven? Wat zijn je triggers? Je moet eigenlijk heel erg erachter gaan komen, wat zijn mijn triggers? Kijk, als jij heel veel honger hebt in de avond en dan denkt dat het emotie eten is, of voelt dat het emotie eten is, dan is het natuurlijk van, meer eten. Maar als jij ook het al hebt, al heb je voldoende gegeten, dan ligt het dus dieper. En ik wil dus ook met deze video zeggen van, stel je hebt hier echt herhaaldelijk last van eetbuien, of van dat je echt emotie eten en dat je echt merkt van, zit gewoon echt niet iets goed. Ja. Ja, zoek gewoon professionele hulp. En dat heb kijk, soms kan je niet alles zelf. Nee. En het kan soms wel helpen om bijvoorbeeld naar een psycholoog te gaan en om het over te praten. En die kan ook kijken van, wat heb jij nodig? Al naar de huisarts gaan kan ook helpen. Zelf ben ik er alleen overheen gekomen. Maar er was een hele grote kans dat niet was gelukt. Dat wil ik wel echt zeker gezegd. Als je er echt last van hebt. Kijk, ik zou zeggen, eet voldoende. Zorg dat je gewoon je voedingsstoffen binnenkrijgt. Eet in balans, weet je wel. Wees niet te streng voor jezelf. Je lichaam is een soort motor. Daar moet je gewoon voldoende benzine in stoppen. Wil je dat het werkt? Maar als jij gewoon merkt dat dit kan niet alleen, dan is mijn enige advies eigenlijk van ga naar een professional die hier jou bij kan helpen. Goeie. Ik denk dat wel heel belangrijk is om echt te benoemen. Kan je op hetzelfde gewicht blijven, maar toch afgevallen zijn? Ja, en dit komt omdat spier en vet niet hetzelfde gewicht hebben. Bijvoorbeeld een kilo spier neemt veel minder plek in dan een kilo vet. Een kilo vet is ongeveer zo'n bol. Ja. En als je dat kwijtraakt, dan is het heel veel. Maar als jij een kilo spier kwijtraakt, dat zie je bijna niet. Dus je kan, die verhouding is gewoon heel anders. Daarom zie je ook bijvoorbeeld dat hele professionele sporters,
die hebben een heel hoog BMI, omdat ze gewoon heel zwaar zijn. Oh ja. Maar qua omvang zijn is het helemaal niet zo erg, want ze hebben niet veel vet. Nee. 5 vrouwen of 5 mannen. Allemaal hetzelfde gewicht, maar heel anders. En dat maar dat ja, is eigenlijk ook, je moet nooit... Kijk, natuurlijk als je wil afvallen, moet je kijken naar het getal, maar je moet nooit vergelijken met een ander. Nee. Oh, jij weegt 60 kilo en ik weeg ook 60 kilo, maar jij ziet er veel beter uit, ja. Weet je wel? Ja, nee, precies. Daarom zeg ik ook, kijk of je een meting kan doen waar je ook je vetpercentage kan meten in plaats van maar het gewicht. Want het gewicht zegt uiteindelijk niet heel veel. Nee. Beste snacks na het sporten? Of lunch en snacktips? Nou, wat vind jij lekker om te eten na sporten? Nou, ik sport best wel vaak voor het eten. Want ik vind het dus niet chill om met een met een volle buik te sporten. Nee, dat vind ik, dat haat ik. Of het is in de ochtend. En dan neem ik vaak alleen een koffie. En dan daarna wordt het eigenlijk alweer bijna een soort lunch. Mm-hmm. Maar vaak sport ik rond 5:00. Ja. Want het zijn dan vaak ook die sportlesjes. En dan ga ik daarna eigenlijk gewoon eten. En anders vaak wel een eiwitshake of zo. Ik vind dus eiwitshakes heel lekker. Ja? Ja. Met water? Nee, met amandelmelk doe ik. En dan doe ik vaak... half-half. Dus een beetje amandelmelk, een beetje water. En dan dat het wel iets... creamier is. Ja, iets creamier. En dan vaak gewoon een proteïneshake. Ja, ik vind het gewoon een soort milkshake. Ja, maar je moet het ook... Ik vind ook dat soort dingen moet je soms een beetje romantiseren. Ja. Jezelf, vind ik. Ja, kijk, tuurlijk, het is niet echt een milkshake. Maar ja, ik vind het gewoon lekker, ja. Ik kan je keer naar uit. Maar ik was diëtist zijn naar jouw verhaal luisterend. Ja. Hoe laat in de ochtend zonder ontbijt sport jij? Ja, ik eet dus geen ontbijt. Nee. En je drinkt koffie. Ja. Op een lege maag. Ja. Hoe lang na het opstaan? Ja, meteen. Oké. Ik weet dat dat ook niet een goede voorbeeld is. Nee, ja, schat, kijk, uiteindelijk, jij moet doen wat voor jou goed is. Maar ik zou nu in dit moment, naar jullie toe, zou ik dat niet per se aanraden. Nee. Omdat het is gewoon heel slecht voor de hormoonhuishouding. Mm-hmm. Sowieso om koffie te drinken binnen 90 minuten na het opstaan. Dat maakt cortisol aan, het stresshormoon. En dat fokt gewoon met je eigen hormonen. Ja, ik heb gewoon en ik weet dat het in mijn hoofd zit en dat het niet waar is. Maar dat ik koffie moet als ik wakker word. Ja, maar dat komt omdat je eraan gewend bent. Ja. Want dat is zeg maar, jouw lichaam maakt minder cortisol aan. Want cortisol is ook om wakker te worden. Ja. Omdat die koffie dat doet. Ja. En je lichaam is haar gewend. Die denkt van, oh, maar zij gaat koffie drinken. Dus je lichaam gaat minder aanmaken, waardoor je er eigenlijk verslaafd aan raakt. Vierig, want denk dat je het nodig hebt. Dan moet je 2 weken doorheen. Ja. Dan gaat het weer. En matcha mag ook niet. Matcha mag wel. Want dat matcha, die heeft theïne. Dat is, heeft een lichtelijk effect zoals cafeïne. Maar theïne heeft geen piek. Okay. Dus dat blijft heel erg stabiel. Ja, dan moet ik het eigenlijk gewoon vervangen. Maar ik vind het gewoon, ja, of gewoon decaf. Decaf, want het zit gewoon in mijn hoofd, hè. Ja. Het is omdat ik vind het gewoon zo lekker. Gewoon als ik ga slapen, denk ik, ik word morgen wakker en ik mag gewoon een kopje koffie drinken. Maar jou, en dat is dus ook van, je wil ook weer niet plezier weghalen in je leven. Dus daarom zou ik kijken van, kijk naar de opties hiernaar, misschien cafeïnevrij. Ja, maar... En ja, eigenlijk is het wel beter, omdat je, als je aan het sporten bent, gebruik je suikers opgeslagen zijn in je lichaam. Dat zit in je spieren en in je lever. Ja, want jij vindt, zegt dus ook, zag ik ook net een vraag, sporten op de lege maag, wat vind je daarvan? Ja, dat is liever niet. Nee. Voor je prestaties is het niet goed. Je ziet natuurlijk wel in onderzoek, je gaat wat sneller door op de vetverbranding als je op een lege maag zit, bijvoorbeeld. Maar, je gaat ook je spieren verbranden. Je spieren, of je lichaam gebruikt niet alleen maar vet, maar ook spier. Dus je bent eigenlijk een soort van je eigen lichaam aan het opeten. Ja. Terwijl je kan veel beter focussen op, oké, ik wil een goede prestatie. Want als jij op lege maag je glycogeenvoorraad is op, kan je maar 50% van je prestatie neerzetten dan dat je normaal doet. Ik heb ook wel eens, dan ging ik Holy Shred doen en dan had ik bijvoorbeeld vroege lunch, maar dan is dat lesje om 4:30 of zo. Ja. En toen, ik ging helemaal oud. Ik dacht echt, ik werd zo duizend. Ik stond echt gewoon te overleven om dat lesje door te komen. Ik dacht, dat ga ik nooit meer doen. Nee, en dat is ik had gewoon zo'n drukke dag, snel geluncht. En toen ging ik daar vandaar naar daar. En fuck. Het schiet er, maar zo zie je maar weer. Zo, dan zie je letterlijk het levende bewijs van wat er gebeurt. Want jouw lichaam gebruikt koolhydraten als energie. Ja. En als je dat gewoon niet eet, bijvoorbeeld als je keto doet, het kost jouw lichaam moet dus koolhydraten vrij gaan maken uit vetten en eiwitten. Maar dat kost veel meer energie, omdat het gewoon een hele andere weg gaat door het lichaam. En dan voel je, merk je dus ook echt van, ik word misselijk, ik word duizelig. Ik denk, oeh. Ik dacht, ik wil het me zo nooit meer voelen. Ik vond het ook echt, het was geen leuke workout, want ik was gewoon letterlijk soort aan het overleven. Precies. Val niet flauw. Ja, oh, wat erg, schat. Maar wat ik dus wel zeg, echt niet leuk. Want ik heb ook wel cliënten die zeggen van, ja, ik kan gewoon echt niet eten in de ochtend. Nee, dat heb ik ook. Ik denk letterlijk dat ik moet kotsen als ik gewoon echt niet eet. Dan zou ik dus zeggen van, eet voor het slapen gaan iets met koolhydraten, zodat je lichaam de koolhydraten opslaat. Je glycogeenvoorraad kan je al wel wat van tevoren aanvullen. Dat je lichaam in ieder geval nog wel wat heeft, want je gaat natuurlijk ook verteren in de nacht. Maar dat je in ieder geval nog wel iets hebt. En je kan gaan kijken naar iets van een sportdrank of iets van een half banaantje al. Ja. Gewoon iets kleins met koolhydraten zou ook al kunnen helpen. Zodat je in ieder geval niet overgaat in vetten en eiwitten. Want dan is je prestatie gewoon minder. Zodat je mindere prestaties, minder spieropbouw, minder... Ja, je doelen bereiken. En niet alleen, maar je kan beter wat meer eten rondom je trainingen. Betere prestaties, meer spieropbouwen, meer calorieën verbranden. Ja.
Leuke lunch en snacktips. Oh ja, daar waren we mee bezig. Ja. Nou, wat ik eet rondom het sporten. De leidraad die je eigenlijk een beetje wil hebben is je wil koolhydraten voor het sporten en koolhydraten en eiwitten na het sporten. Nou, dat komt omdat vetten en vezels wil je een beetje vermijden. En eiwitten ook van tevoren, omdat dat neemt te veel tijd om te verteren. Je wil juist ook iets wat snel lekker opgenomen wordt na en voor het sporten. Dus nou, voor het sporten vind ik het heel fijn om een banaan te eten als het om een snack gaat. Gewoon alleen een banaan. Ja. Soms doe ik ook wat pindakaas en granola overheen. Gewoon een beetje om er een bite aan te geven. Maar ja, niet te veel pindakaas, want het is vet. Of ik eet gewoon inderdaad havermout. Maar dan eet ik dat iets meer van tevoren. Doe ik ook nog eventueel soms wat eiwitpoeder doorheen. En dan gewoon met wat fruit. Dat vind ik heel fijn voor het sporten. En na het sporten eet ik heel vaak kwark met granola of fruit. Of ik maak ook een eiwitshake. Ja, jij altijd, daar heb je ook wel echt receptjes van op de TikTok. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan kan je wel zien. Want dit is ook een tik van jou. Dit is ook een hele erg tik van mij. Ja, dat is echt. Soms zit je dan ook. Ik zag jij zo naar mij kijken. De eerste keer haar. Maar dan denk ik, ja, dit is echt. Het gaat echt onbewust. Dit ga jij terugzien. Het gaat echt onbewust. Oh, ik zit ermee. Ik zit soms wel. Zat ik in meetings en dan was een man tegen me aan het praten. En dan zat ik echt zo. En toen dacht ik van, oh, dat ziet er echt weer heel verkeerd uit. Echt zo van alsof je aan het flirten bent. Ja. Het is gewoon echt een tik. Ik kan er nog echt niks aan doen. Maar goed, dus nou ja, ik zorg eigenlijk voor dat soort snacks. Je ziet met kwark, vind ik heel fijn voor daarna. Of inderdaad een maaltijd erna. Maar je wil eigenlijk dus zorgen voor iets met koolhydraten ervoor, koolhydraten eiwitten erna. En dat kan je echt een beetje invullen. Mogen soms ook gewoon snelle suikers zijn. Want dat wordt sneller opgenomen. Een proteïnereep of zo. Het proteïnereep kan, dat doe ik zelf ook wel eens. Maar dan moet je eigenlijk wel kijken, want in sommige zit heel hoog in vet. En dat is eigenlijk iets wat je niet wil na sporten. Dus dan kan je beter nog een eiwitshake nemen. Ja. Dat is eigenlijk wel, maar ik vind het zo lekker als ik gewoon, als ik na het sporten heb ik altijd zo een honger. Ja. En dan dat ik dan lekker ga avondeten en dan ga ik helemaal genieten van avondeten. Maar dat is ook, zeg maar, je hebt dan ook echt zoiets van, ik vind het heerlijk als ik gewoon ga eten en denk van, oh heerlijk, want nu ga ik mijn lichaam voeden omdat ik het nodig heeft. I deserve it. Ik mag lekker genieten van dit maaltijd. Ja, ik wil het ook weer niet te veel naar gaan kijken van, oké, ik mag alleen dit eten als ik heb gesport. Maar meer van, ik weet gewoon dat mijn lichaam het nodig heeft en dat ik gewoon lekker ook veel moet en kan eten. Ja, nou lekker is het wel. Gaat goed op hoor. Ja. Hoe krijg je snel een strakke buik? Niet. Dat is gewoon een makkelijke antwoord. Ja. Dat krijg je niet zomaar. Strakke buik is wel echt gewoon vetverbranding, toch? Ja. Het is niet echt dat je plaatselijk vet kan verbranden. En dat je zegt, oh, ik ga alleen maar buikspieren doen. En dan ga ik daar vet verbranden. Kijk, sowieso één ding. Niks in het leven wat snel is goed. Nou ja, dat is niet met alles misschien zo. Nee. Maar rondom voeding en rondom sporten, alles wat snel is niet goed. Want nou ja, je zou vast zo snel een platte buik kunnen krijgen als je een crash dieet gaat doen. Maar ja, na 10 dagen zit het er weer aan. Misschien wel dubbel. Dat gaat niet werken. Zeg maar snel, dat krijg je het niet. Nee. Je moet er geduld voor hebben. Het is ook een beetje van, waarom wil je het? Is het wel in jouw genen om dat te kunnen? Ieder lichaam is anders. Ja. De een heeft veel meer vet op de benen, de ander weer op de buik, de ander weer op de armen. En het is dus heel erg per persoon verschillend waar het weggaat als je in een calorietekort gaat zitten. Dus ja, het enige wat helpt om een strakke buik te hebben is natuurlijk in een licht calorietekort die eiwitten voldoende binnenkrijgen en natuurlijk daarnaast nog voldoende vetten en koolhydraten. Krachttraining is daarbij belangrijk. Ja, en dan is het gewoon geduld. Ja. Is een hele schone zaak. En voor dan alsnog is het niet gegarandeerd dat jij een strakke buik gaat krijgen. En het is ook, waarom zou je dat willen? Want bijvoorbeeld, ja, en is dat het waard? Is het waard? Kijk, ik heb bijvoorbeeld hele goede genen omdat ik gewoon meer definitie in mijn buik heb. Ja, jij hebt echt gewoon de goals buik. Cute. Maar goed, maar dat is ook, daar heb ik echt geluk mee. Want ik heb echt wel genoeg vet. Ook in mijn benen en armen bijvoorbeeld. Het is gewoon niet bij mijn buik. En daar heb ik gewoon geluk mee. Ja. En natuurlijk heeft het ook te maken met dat ik gewoon voldoende train en eet. Ja, maar je werkt er ook voor. Precies, maar je moet ook even, waarom wil je het? Ja. Waarom zou je het willen? Ik bedoel, het gaat er gewoon om dat je gezond bent en gezond leeft. En en plezier hebt in de dingen die je doet. En het gaat jou niet soms veel meer plezier hebben. Wil je een strakke buik hebben? Want als je naar topsporters kijkt, die zijn niet ook altijd in hun beste shapes, laagste vetpercentage. Want het is eigenlijk, vooral als we naar vrouwen kijken, helemaal niet zo gezond om een laag vetpercentage te hebben. Dus het is bij mij gewoon goed verdeeld. Maar als je iemand altijd met een sixpack ziet, ja, die raken bijvoorbeeld hun ongesteldheid kwijt. Ja. Hun hormonen zijn helemaal uit balans. Ja, wil je dat? Ja. Voor wat? Ja. Om alleen maar mooie foto's te maken. En vaak valt je haar uit, of valt je haar uit, omdat ik krijg gewoon niet voldoende binnen. Wil je echt heel droog zijn? Dus ja, ga voor jezelf na, waarom wil je het? Heb je in het weekend ook altijd op voeding of heb je ook wel eens cheat days? Nou ja, kijk, ik hou gewoon niet van het woord cheat. Nee. Wat is cheaten? Ja. Waar cheat je dan? Snap je? Zeg maar, ik eet alles letterlijk wat ik wil. En dat is dus ook wat ik vaak fout zie gaan met mensen met eetproblematiek. Die hebben regels. Oh maar, ja. Kijk, als je regels verbreekt,
net zoals een cheaten, ja, dan voelt het alsof je iets verkeerds doet. Ja. Maar het is niet verkeerd, nee, om een keer pizza, sushi of iets te eten. Dus ja, ik hou gewoon niet van het woord cheaten. Ik heb mezelf gewoon echt aangeleerd. Want als ik ergens naar crave, ik daar ook gewoon naar moet luisteren. Ja. En dan zou je denken, dan crave toch ook op pizza. Nou, ik heb dat persoonlijk niet. Nee. Zeg maar ik hou er ook van om voedzaam te eten. Maar als ik bijvoorbeeld een keer zin heb in chocola, dan pak ik die chocola. Ben ik verveeld en denk, nou, ik ga door mijn leven. En ja, cheaten heb ik dus niet echt. Omdat ik gewoon, kijk, vroeger leefde ik daar naartoe. Dan plande ik van, oh, maar het weekend. Dan mag je helemaal losgaan. Ja. Dan eet ik alles wat los en vast zit. Maar dan voelde ik me op zondag zo verrot. Dat ik gewoon dan precies weer in zo'n cyclus kwam. Dat ik dan door de week weer heel gezond. Nou ja, niet gezond dus eigenlijk. Maar heel erg weinig ging eten. En dan in het weekend ging ik weer los. Dus het werkte voor mij niet om een cheat day te hebben. Of om cheat meals te hebben. Ik eet gewoon letterlijk waar ik zin in heb. Mm-hmm. En bijvoorbeeld net zoals nu dat je zegt, ja, laten we sushi bestellen. Denk ik, nou, heerlijk. Dan doen we dat. En ik weet dat de rest van de week ga ik gewoon weer door met mijn normale routine. En morgen ga ik bijvoorbeeld ook wat eten. Ik heb geen idee wat ik ga eten. Maar vroeger kon ik daar heel erg over in zitten. Van, oh, maar dan wordt het dus een cheat day. Dan ga ik helemaal los. En dan was ik zo misselijk. En dan voelde ik me zo weer kut. En dan is het comedy. Circle. Ik heb nu ook gewoon, als ik dan ging aan het eten, dan moest ik rollend de deur uit, weet je wel? Precies. Als je dan ging, dan moest je, moest je er helemaal van nemen. Ja. Ik ging dan ieder eerst toetje ook op eten, want er waren mensen die waren wel normaal. Die, alles moest op. En dan moest ik, dan dacht ik van, oh, zou ik het ook even opeten? Welke eten? Dacht ik, nu denk ik, gadverdamme, ik kan al die bacteriën van al die mensen. Maar ja, ik ging iedereen's bord af. Ja, erger. Ja, gewoon, als je dan een keer, inderdaad, ging uit eten, of zo'n all you can eat sushi, dus ik had mezelf misselijk en ziek, en daarna vond ik het helemaal niet lekker meer. Ja. En nu als je gaat uit eten, nou, ik heb genoeg. Het is, weet je wel, het is dan klaar. Gewoon, en soms dan heb ik ook wel eens, dat je hoeft niet helemaal gek. En als je geen toetje meer hebt, nou, dan niet. Of buikpijn. Nee. Heb jij ook dat je altijd je bord wil of moet opeten? Ja, ik heb wel heel erg bodemdrang. Wat is bodemdrang? Ja, zo noemen ze dat, toch? Oh, dat je zeg maar gewoon een bodem, dat je gewoon de bodem moet zien. Ja, ja. Ja, zo nee, maar ik snap jou daar wel in. Maar dat is het enige waar ik soms mee zit. Is dat ik op heb geschept. En dat komt echt vanuit mijn ouders. Van je moet je bord leeg eten. Ja, en dat is zonde. Dus ik heb zo geleerd om mijn bord. Ik kan niet. Als er dan bijvoorbeeld nog een beetje soep over is. Of nasi. Of ik, dat ik denk, dit gooi ik nu weg. Oh, maar dat heb ik ook. Mijn moeder heeft altijd, zeg maar, als er nog wat over is. Ja. Bam, heeft het altijd bewaard. Gewoon in een bakje. Ja. En dus, dan at ik dat dan als snack de volgende dag. Ja. Maar ik gooi nooit iets weg. Nooit. Maar ik heb dan van, ja, moet ik dan dit kleine beetje weer gaan bewaren? Ja, dan eet ik het wel op of zo. Ja. Of dan eet ik te snel. En dan denk ik, ik heb het zelf gedaan. Wist je dat je 20 tot 40 keer op één hapje moet kauwen? Nou jongens, probeer dat eens. Als je het moeilijk vindt om snel vol te zitten, moet je eens een keer proberen 20 tot 40. Dat is normaal voor de vertering. Want even een leuke fun fact. In je mond zit een enzym. Amylase heet dat. En amylase is dan een voorvertering van je maag. Dus hoe beter die dat enzym met jouw voedsel kan mengen, hoe betere vertering jij hebt. Ik wil het eigenlijk een keer proberen. Zullen we eentje doen en dan even 20 tot 40 keer kauwen? Ik ga voor deze. Ik ben echt. Ik denk dat wij echt elkaar gaan aankijken van help. Help. Maar dan is er ook niet lekker meer. Nee. Oké. Nou. We gaan naar 40, ja? Nou. Het is zo. Ja. Ik wil gewoon één pap. Nou, nu pas. Maar het gaat er al een beetje geleidelijk door dat ruis. Ja. Dus het gaat al wel een beetje geleidelijk door je keel. Maar nou, besef even. Dat doet niemand. Dat doet niemand. Dat is wel heel erg eigenlijk. Ja, maar dit is dus veel beter voor je vertering. Als je bijvoorbeeld heel veel last van je darmen of van je maag hebt, probeer eens goed te kauwen. En lang. En eigenlijk is het ook niet goed om te drinken tijdens je. Nee? Nee. Dat komt tijdens het eten? Is niet goed. Oh. Ik doe het zelf ook altijd. Maar dat komt omdat als je dit drinkt, dan slik je heel veel lucht mee. En lucht gaat problemen geven in de vertering in de darmen. Ja, jongens. Heb je nog een leuke fun fact? Dat weten niet veel mensen. Nou, ik vind de fun facts heel leuk. Ik vind het heel leuk om kleine dingen. Dus ik zie hier iemand die ook vraagt, ik vind het lastig om aan te komen. Oh, als je een bepaald eten of eetpatroon dat hierbij past. En dan moet ik ook wel heel snel denken dat bijvoorbeeld mensen die denken dat van vet eten je ook vet aankomt. Oh ja. Dat is ook nog wel wat mensen soms denken. Dat is dus niet zo. Ja, om aan te komen zou ik dus wel caloric dense food. Dus dat is zeg maar eten waar je heel weinig van hoeft te eten. In proportie heel veel calorieën binnenkrijgt. En dan heb je dus, als je wil afvallen, ga je dus de andere kant op zoeken. Dus dan ga je dus volume eten. Dus dan kan je echt zo'n bord eten. Met evenveel calorieën als zo'n bordje. Maar je hebt gewoon verschillende producten gebruikt. Dus daar wil je heel erg gewoon op gaan focussen als je wil gaan aankomen. En dan zijn producten met veel vet wel heel makkelijk. Omdat er gewoon 1 gram koolhydraten is 4 calorieën. 1 gram eiwitten is 4 calorieën. En 1 gram vet is 9 calorieën. Oh ja. Je zit bijna 2 keer zo hoog in per gram. Dus misschien meer olie of zo. Pindakaas. Avocado. Ja. Vette vissen. Dat is natuurlijk de gezonde manier van aankomen. Maar wat ik ook op mijn opleiding heb geleerd,
Kijk, als jij gewoon heel laag gewicht hebt en echt moet gaan aankomen, dan gaat het je niet lukken met alleen maar gezonde producten. Want alsnog gezonde producten vullen gewoon, omdat er gewoon ook vaak gecombineerd is met vezels en andere goede voedingsstoffen. Je wil jezelf ook niet de hele tijd misselijk eten. Nee, dus ja, weet je, dan kan je prima een keer een sneaker eten. Het belangrijkste is dan dat jij op een goed gezond gewicht gaat komen. En als dat gewoon niet lukt met alleen maar gezonde producten, ja, dan ga je ook gewoon die balans toevoegen. En dan, ja, dan zit er ook een sneaker tussen. Zit er ook een frietje tussen. Ja. Sowieso moet dat al kunnen, maar dat is dan ook nog wel belangrijker. Ja. Vooral als je op een gewicht zit waarbij je echt denkt, ik kom echt niet meer eroverheen. Ik vraag me dan altijd af, zeg maar. Ik kan me zo niet voorstellen dat je niet aankomt. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Ja. Maar is het dat die mensen dan wat een kleinere maag hebben, dat ze gewoon echt minder honger hebben en dus gewoon veel minder calorieën eten en veel sneller vol zitten? Of ik heb een leuke hoe fun fact. Zit dat? Ik heb een leuke fun fact. Oké, waarom verbranden lange mensen meer? Meer, weet ik niet. Nee, ze hebben meer te verbranden. Ja, maar waarom? Meer spieren. Meer huid. Lange mensen hebben meer huid. En om je lichaam op temperatuur te houden, dat kost je lichaam energie. Dus hoe meer huid jij hebt, hoe meer jij verbrandt. Dus vaak zie je dat soms ook hele lange mensen best wel dun en hebben het vaak ook heel koud. Maar dat komt omdat hun lichaam, het kost hun lichaam gewoon veel meer energie om het hele lichaam warm te houden. Wow. Dat is een fun fact. Dus dat, dat zie je dus soms ook. Het ligt aan heel veel factoren hoeveel honger jij hebt. De ene heeft gewoon een sneller metabolisme dan de ander. De ene heeft een kleine maag. De andere heeft het helemaal uitgerekt. De ene, dat verschilt gewoon zo erg. Dat daar, de een kan gewoon heel veel eten en daarbij niet aankomen. Maar het heeft bijvoorbeeld ook weer met hormonen te maken. Voor puberteit zijn je hormonen ook weer heel anders. Kan je weer heel veel hebben. Maar dat verandert daarna ook weer. Ligt aan heel veel factoren. Ja, in de puberteit, dan had je frikandelbroodjes en zakken chips. Dat was echt niet oké. Ik denk dat wij moeten gaan, Mof. Ja, wij moeten gaan. Want een kwartier hebben wij ijsland. Wat? Kwart over? Ja, oké. Oké, we need to wrap it up. Shit. Bedankt voor het kijken. Oh mijn god. We hebben meteen paniek. Meteen, dus paniek in de tent. Volg Coco zeker op TikTok. TikTok. Op TikTok, Instagram, Coco. Weet je ook weer? Coco Brokade. Het gaat helemaal niet goed. In stress kunnen wij niet goed. Coco Brokades. Op TikTok is het Get Fit with Coco. Of misschien ook nog wel Coco Brokades. Search me. Als je vragen hebt, mag je dat ook doen. Als je coaching. Als je in deel 2 bent. Oh ja, coaching. Hit misschien nog een paar plekjes. Misschien. Ja, deel 2. Let us know. Want ik kom hier kunnen graag nog een keertje. Kunnen hier nog uren over praten. Ja, letterlijk. Bedankt voor het kijken. Doei. Tot de volgende keer. Doei. Yes, I'll be on my way now. Just give me a...